Waar we nu staan is gewoon een tomatenkas. Maar aan het eind van het seizoen is er een hele hoop reststromen. Dat zijn de stengels, het blad. Maar ook gaandeweg hebben we ook tomaten natuurlijk die niet goed genoeg zijn voor de verkoop. En we zijn echt aan het onderzoeken, wat kunnen we daar nu mee? Biobased Westland is een projectgroep die probeert biobased projecten te ontwikkelen voor de regio Westland. Je hebt adviseurs, je hebt bedrijfsleven, Rabobank, gemeente. Dus eigenlijk heb je alle disciplines aan één tafel bij elkaar die proberen dit project voor te helpen. We hebben in eerste instantie vergisting onderzocht voor de reststromen van het Westland. Maar gaandeweg kwamen we tot de conclusie dat we veel meer konden met die reststromen als alleen vergisten. Je zou bijvoorbeeld van tomaten die net niet goed genoeg zijn voor de verkoop, tomatensap kunnen maken. Van de stengels van tomaten zou je bijvoorbeeld een doos kunnen maken. Ik heb hier de eerste doos die gemaakt is van karton waar 10% tomatenstengels in verwerkt zit. Dat is zeer bijzonder omdat we van een levend gewas heel snel karton moeten maken. Dat moet binnen 2 dagen gebeuren. De tomatenvezel kunnen we gebruiken om karton van te maken. Touwklipjes en haakjes die moeten eruit gezeefd worden. En dat is een lastig proces. Het doel van de projectgroep en de gemeente Westland is om de reststromen van glastuinbouw en andere bedrijven om die zo doelmatig mogelijk in te zetten. En dat betekent dus voor de biobased economy dat je gaat proberen van je afvalstroom een beginstroom te maken voor een nieuwe industrie. Zeker goede hoop voor de toekomst. Tomatenvezel leveren een sterker karton dan 100% oud papier. Dus de industrie, kartonindustrie is erg enthousiast. Als ik kijk en ik beluister nu dat we in november en december 10.000 ton karton zouden willen maken, dan denk ik dat we hele grote stappen voorwaarts zetten.